Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim Dremers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om op de blauwe belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Jawel mensen. Ik heb mijn vlog nu pas in elkaar steken. Het is al bijna 3 uur. Voilà. Ik ga nog een gaming movie opnemen. Dat gaat er dan in komen. In mijn filmpje. En dan... ik weet niet wat ik vandaag moet doen. Ik heb hier ook gestofzuigd, ook al vandaag. Morgen ga ik hier dweilen. Dat staat op het programma, morgen. Maar voor de rest staat er nog niet veel op het programma. En kom zeker ook eens gerust langs op mijn webshop www.psychotv.be/webshop. Oh, ik ben onderweg naar mijn ouders thuis toe om eten gaan te halen. Terwijl is mijn vlog aan het renderen. En 9 van de 10 kansen gaat hem niet tijdig online gaan geraken. En dan, als ik mij nog moet gaan sproeien. En dan heb ik ook nog heel leuk nieuws gekregen. Ik ga straks bespreken met mijn vader. Moet ik nu in quarantaine, ja of nee? Want dat is het iets van een besmette persoon. Oei. Ben ik dan ook geraakt, ja of nee? Oh. Dus ik ga dan ook voor de veiligheid, als ik naar mijn vader naartoe moet gaan, ga ik ook voor de veiligheid een mondmasker dragen. Dus dat ik het niet meer 100% weet als ik het nu heb, ja of nee. Maar ik voel een klein beetje druk hier zo, maar meer niet, mensen. Dus tot nu toe nog altijd ben ik gezond als iets, ik zal het zo zeggen. En ja, wat is dat hier allemaal? Hier was groen en niemand ging door. Geweldig. Dus wacht, hier staat in. U had een laag risicocontact met iemand waar corona werd vastgesteld. Hopelijk bent u momenteel nog steeds in goede gezondheid. Graag wensen we u verder te informeren over de volgende proceduren. 1. Wees niet ongerust. En 2. Volg de regels die u strikt op te volgen. Dus ik word dus in quarantaine geplaatst. Denk ik. Dan ga ik eens even eens te goed bespreken met mijn vader. Ik wil dat niet. Ik wil dat echt niet, hè. Dus ik ga voor de veiligheid echt waar mijn mondmaskers zouden aandoen. Dan gaan die al denken van, waarom heb je je mondmasker aan? Ja. Zo brieven ontvang je echt niet graag, hoor, mensen. Mannekes, echt waar. Dit had niet dat ik zo goed bezig was. Nee! Niet goed. Nee, niet goed. Niet goed. Helemaal niet goed. Helemaal niet goed. Oh. Echt waar. Allee. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, ik ben hier bij de Bruno's aangekomen. Ja, mijn schatje had weer al even sigaretjes nodig, dus ja. Nee, maar eens even langs de Bruno's, hè. En dan, ze is al terug buiten. Amai, dat gaat rap. Samenscholing, ik dacht dat dat niet mocht. Schat. Ja. Waar ik het keer weg, zit van ben dan. Ja, want die heeft ook een CB bij. Huh? Dat is dat wel iets. Ja, schat. Zo, ik kijk eens dat ik bang ben. Ja, dan ga ik me maar eens manoeuvreren terug richting de expressweg.
expressweg. Ja, daar. Ah. Goed. Oké, okay, zo. Ja, mensen. Wat dan? Met die andere. Hier. Dank u. Alsjeblieft. Amai, over een drukke weg, zonnevlieuwen fashion en alle oversteken. Amai, dat is durven. Dat is echt durven. Daar hoef ik gewoon niet in. Niet meer stoppen. Ja. Maar dat is geen woord. Dus dat is al goed. Voilà. I love you. I love you too. Voilà, kijk, als jullie hebben het niet zelf ook gehoord, zou het ook van mij. Ik ga dan weer zoals rijden. Hier helemaal naar onder. Voilà. En ik zal ook eens jullie de nieuwste stukjes laten zien van de grote ring. Dus veel kijkplezier, want hier beginnen de werkzaamheden van een heel groot stuk van de grote ring. Hier komen nu die werkzaamheden tegen en er is nog een die nog heel snel wil rijden. Ja, waarom niet? Want dit is nu echt allemaal één rijvak geworden. Niet flikkeren, je maakt het niet sneller dan 50. Die achter jou flikkerde even. Ja, je moet niet sneller dan 50, dat klopt. Want dit is hier echt heel ingewikkeld geworden, dames en heren. Want je ziet, hier komt zelfs nog een andere rijstrook erbij. Voor hier te keren. Dit is ook dus het nieuwste stuk van de grote ring, waar het dus ook binnenkort helemaal toegankelijk wordt. Is al een keer weggereden? Ja, dat zal nog wel meer gebeuren. Ja. Hier zijn ze nog aan het werken. Ja. Nou, ze willen dat zo snel mogelijk open hebben, hè? Ja, dat snap ik ook. Ja, het wordt echt een heel zalige stuk om op te rijden. Zoals gisteren. Ja. Nee, niet zoals gisteren, zoals maandag. Ja. Maar het is... ja, ik denk dat er nog veel gaan intrappen, hoor. Je hebt gezien dat ze daar aan het werken zijn. Dus het schiet wel goed op. Moet ik wel eerlijk toegeven. Oei, en hier zijn ze ook weer wel aan het werk. Oei, wat staat hier? Je moet naar die kant en je moet naar die kant. Wat is dat hier? Ik moet eens even kijken wat dat hier allemaal is. What the fuck? Dat is hier ook wel iets heel raars. Die zijn hier aan het werken, denk ik. Ja. Pas op, want daar is loopt die man. Ja. Ze zijn de asfalt daar terug al aan het leggen. We zijn goed bezig. Overal. En daar weer. Oh,
Oh my god! De halve ring wordt nu heraangelegd. Jee. Ja, ja. Sorry. Ja, mijn schatje is moe. Ik ben niet moe, ik ben gewoon verveeld vandaag. Ah, oké. Okay. Dan gaat ik ook. Oho. We zijn wel overal goed bezig, hè, schat? Ja. Op 3 kruispunten tegelijkertijd. Dat is wegverzekerd. Amai man, dat is hier goed afgebakend. Vassen. Ja, kijk eens wie hier bij mij is. Ah. Ja, ik moet me goed vasthouden van nu, hè. Voilà, we zijn gedraaid. Ja, ik moest een U-bocht maken. Stop met filmen, alsjeblieft. Subiet. Okay. En mag ik... Ja, want ik wil nog een vraag stellen aan jou. Ah, dat is goed. Ah, heb je vandaag gedaan allemaal? Voilà. Niet veel. Oei, niet veel. Muziek geluisterd, video's bekeken, gerekend en dan zit. En wat heeft je schatje gedaan? Weet ik niet, hè. Ik weet alleen dat ik Pokémon gejaagd heb. En wat nog? Ja. Ja mensen, ik ga je één ding zeggen, dus je ziet, ik hou echt alles heel goed ook bij in een mapje, waar ik allemaal verkoop. En ook, je ziet hier ook de factures, dus die hou ik ook heel goed bij in een kafje. Dus als je iets bestelt en je zit je facturen kwijt, kun je het altijd terugvragen naar mij en dan kan ik je een nieuwe facturen aanmaken. Zonder administratiekosten erbij gerekend. Jawel, jullie horen het goed. Zonder administratiekosten erbij gerekend. Hé, hey, dat is toch wel mooi, hè? Ja. En, wat ook nog bij mij heel mooi is, is geen verzendingskosten. Integraal gratis verzending bij mij. Waar vind je dat nog? Ja. Voilà. Bij deze. Ik ga jullie nu even laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Yo. Ah. Ja, een stuk tv staat hier op, altijd op in mijn auto. Dan weten jullie dat nu ook.
Ja, ik moet ook eens dringend eens een remix maken en dan daar ook eens op YouTube gooien. Jawel, mensen. Oh. Het is goed af aan het koelen. Nog maar 7 graden buiten, 7,5 graden op 21 uur 07. En Janneke Maan is er ook weer al heel goed van de partij. Niet eens kan niet zo groot. Even iets doen. Ik had een los velletje. Dan pluk ik die er altijd vanaf. Oh mannekes, en het is nu 6 graden al. Oh, het is aan het zakken. Ik hoop dat mijn boeleke rap warm terug heeft. Dat een warme lucht aan mij kan geven. Warme lucht heb ik nodig, warme lucht! Jawel, warme lucht heb ik nodig. Jawel, dames en heren, dus ik heb warme lucht nodig. En dames en heren, ik heb nog een excuseren. Moet me voor iets excuseren. Oh. Ik heb gemerkt dat ik de vlog niet heb geüpload. Is dat toch ook wel heel vreemd? Oké. De taxi was niet waar die moest zijn, blijkbaar. Oh, als ik nou wel warm is, mijn moeder. En weet ik wat ik ook heb, mensen? Is heel vreemd als buikpijn. Vrachtwagens hebben altijd een hele grote draai nodig. Is hij nu aan het bellen of wat is hij ook bezig? Ik weet het niet. Hier langs me. Kan niet goed zien. Maar bellen naar het gestuur, doe het alsjeblieft niet. Doe het alsjeblieft niet. Echt waar niet. Ik wil geen extra mensen verliezen in mijn leven. Wij verliezen momenteel weer al te veel mensen in deze bachelijke, moeilijke tijden. En ik moet nog iets bekennen. Ik moet echt iets bekennen. Ik ben blijkbaar in contact gekomen met corona. Maar nog niet zo in een gevaarlijke stadium van te zeggen van ja, nu moet je wel in quarantaine of nu moet je niet in quarantaine. Dus bij geluk moet ik niet in de quarantaine. Ik zal s'avonds de brief eens voorlezen. Die ligt hier achter mij, heb ik gezien. Dus als ik aan een rode licht sta, zal ik het eens even voorlezen. Want ik lees geen brieven voor al rijdend. Dat doe ik niet. Moeten jullie maar even geduld hebben, hè? Ja, ik ben moe. Ik ben echt heel goed. En dan moet ik ook nog subiet even Bea waarschuwen dat ik veilig en wel thuis ben aangekomen als ik veilig en wel thuis ben aangekomen. Dat zien we dan wel. Het is rood, het is rood. Voor niemand niet. Voor niemand niet wordt het groen.
is hem dat. Ja. Hier. Beste werknemer. U had een laag risicocontact met iemand waar corona werd vastgesteld. Ik zal dan zelfs voorlezen, want het is nu terug. Trek groen. Voilà, het is groen. Amai, dat is ook mistig hier. Oké, ik ga dan nu hier even voorlezen, want hier doet het toch even dat het terug groen licht wordt. Dus, Diebenbeek, 03 november 2020. Beste wijknemer, u had een laag risicocontact met iemand waar corona werd vastgesteld. Hopelijk bent u momenteel nog steeds in goede gezondheid. Dat ben ik ook. Graag wensen we u verder te informeren over de volgende procedure gedurende de volgende periode. 1. Wees niet ongerust. 2. Volgende regels dient u strikt op te volgen. Dus quarantaine. Bij laag risicocontact moet ik niet in quarantaine gaan. Test. Indien symptomen optreden. Sociaal contact gedurende 14 dagen beperken. En opvolging gezondheidstoestand 14 dagen. De volgende gedeelte ga ik u subiet even voorlezen. Wat ze naar mij hebben toegestuurd. Want ik zit nu in de Jordijnstraat. En er is ook wel een motorken al achter mij, dus... Ja... Als je iets wilt doen, lukt u dat niet. Oh ja, echt waar. Die letjes. Het doet soms wel pijn aan de ogen. Ja, let op toe, hè, joh. Amai man, het is hier goed mistig. Hoho. En weet je wat nu het raaskanaal is? Oh. Is het nu zo een lekkere boeleke, lekkere warm wagen. En dan moet je er trek uit. Moet die ook naar mijn kant toe of moet die naar de andere kant toe? Die rijdt rechtdoor. Oh yeah. Oké. Okay. Weer al niemand achter mij. Yes, yes, yes. Ik ben er bijna bij mijn thuis. Wat ik ook nog ga doen, vooraleer dat ik bij mijn thuis ga stoppen, dat weet ik nu altijd. Ga ik elke keer doen. Ga ik hier aan de tennisvelden de gym afbreken en terug op rood zetten. Laat dan morgen vroeg terug iemand anders kan afbreken. Oei oei oei. Het eerste van het van heel lang geleden. Er komt een sterke om te staan dat het een nachtvorst is. Oelalalala. Staan hier nog ergens vragen? Ja. Dus bij deze ga ik jullie hier beëindigen. Ik ga hier nog wel even Pokémon doen. Ik zie jullie allemaal. De volgende vlog terug. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt of een nieuwe video komt. Maar nog eerst nummer 3 nog voorlezen. U heeft de volgende symptomen. Neem contact op met uw huisarts. Koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige en plotselinge vermoeidheid, spierpijn, verlies van smaak en of geur, diarree, huiduitslag, verstopte neus, ernstig en plotselinge vermoeidheid, spierpijn, verlies van smaak en geur, diarree, huiduitslag, verstopte neus. Hij beslist of u al dan niet in corona-attest dient te ondergaan. 4. Heeft u bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de wijkleider en of de sociale dienst. Dan zat er nog een tweede bladzijde ook erbij. Nog even, hoe bescherm je jezelf en anderen? Hoest en nies in een zakdoek.
gooi de papieren zakdoek meteen in een afgesloten vuilniszak. Was daarna je handen. Heb je geen zakdoek binnen handbereik, hoes en is dan in de plooi van je elleboog, dus in depvorm. Was je handen met water en zeep. Doe dat meerdere keren per dag gedurende 40 tot 60 seconden. Droog je handen af met propere handdoek. Raak je ogen, neus en mond zo weinig mogelijk aan met je handen. Wij wensen u en uw naasten een goede gezondheid toe en hopen u binnenkort terug te zien. Bij deze, heel veel bedankt om te kijken en tot morgen. Zo mensen, ja, ik heb gedaan met Pokémon spelen. Nu ben ik naar huis aan het rijden. Ik zit hier op Hakkenveld. Ja, en dan ben ik nu nog even doorrijden. Het is nog maar 10:15. Dus ik heb nog tijd voordat ik bij mijn thuis aan te geraken. En dan nog mijn vlog nog uploaden. Ik heb redelijk lang Pokémon gespeeld. Ik zit in redelijk wat veel gems nu. Ik heb hier toch de meeste van de helft heb ik hier groot gemaakt. Ik dacht dat ik mama Pokémon zag. Ja, zo'n hier zit een mama Pokémon hier in, ja, in Alken. Wat is jullie Pokémon naam? Laat het hier onder in de reacties eens weten. Wat is jullie Pokémon trainer naam? Mijn is gewoon Psycho TV. Logisch toch? We moeten toch overal wat reclame maken van Psycho TV. Dus daar dat ik ook in redelijk wat gyms nu weer al heb mij neergezet. Dan moeten ze mij er weer al uitknallen en dan ja, zien ze dat naamje Psycho TV staan. Yeah. Bij deze, daarom doe ik dat ook. Ik zie jullie allemaal morgen terug, dus ik ga zo snel mogelijk de vlog nog uploaden, dat hem dan nog vandaag nog, dus ja, gisteren nog online is kunnen komen. Ja, excuses met ervoor, dus ja, daar gaat mijn uploadstrijk van 7 uren. Jammer! Maar ja, beter laat dan nooit, zeg ik altijd. En ik kan sowieso zeggen, hier is alles begonnen met Pokémon te spelen. Dan ben ik naar de Laag Simsenstraat gegaan, dan zo helemaal naar Sint Joris toe. Dan heb ik hier nog wat in het centrum ook nog gewoon gaan Pokémon gaan spelen. Dus ik heb niet genoeg gespeeld voor vandaag. Dus ik ga weer al wat Pikacoins weer ontvangen, 50 stuks, dus sowieso. Dan opnieuw gyms veroveren. Dus willen jullie mij toevoegen op Pokémon? Oké, dat kan. Stuur mij gewoon een e-mailje of een PM of een DM op Instagram of zo. Dan, dan voeg ik je wel toe. Bij deze tot morgen en zeker ook altijd de webshop in de gaten houden, want er komen regelmatig nieuwe stukken online. Bij deze. Dankjewel en tot morgen.